Maar toen kwam de koolmees. Wie zouden winnen? Zouden de koolmezen of de pimpelmezen het nestkast krijgen? Ik denk de pimpelmezen, want de pimpelmezen zijn natuurlijk met z'n tweeën. En de koolmees van nu maar in z'n eentje. Maar wie kwam er toen? Je raadt het al, de pimpelmees. En toen kwamen ze zelfs met z'n tweeën. Eén erin en de ander de nestkast weer uit.